Goedendag. Het weer tap duidelijk uit een ander vaartje ten opzichte van de afgelopen weken. Het is warm, temperaturen vaak richting de 25 graden. Ja, niet altijd even zonnig. Dat was het vandaag ook lang niet overal. Er trok een band met bewolking over. Lokaal viel daaruit ook een beetje regen. Maar in de loop van de dag kwam de zon weer beter tevoorschijn. Vrij hoge temperaturen dus, en ja, dat houden we voorlopig vast. We hebben namelijk te maken met een veelal zuidelijke stroming. Er bouwt zich een hoge drukgebied op ten noorden van ons... en onder invloed daarvan blijft het voorlopig warm. Af en toe wel licht wisselvallig weer. De meeste buien zien we in eerste instantie boven Duitsland en ook in Frankrijk. Maar geleidelijk aan komt er een krul vanuit het westen. Die zien we op de animatie ook naderen. En vooral... Vrijdagavond in de nacht naar zaterdag, maar ook zaterdag overdag kunnen er in onze regio een paar stevige onweersbuien gaan vallen. Nou, details daarover daarvoor is het nog wat vroeg, maar die zullen later in de week zeker duidelijk worden. En ook begin volgende week blijven we met die zuidelijke stroming te maken houden en komt er opnieuw een band met bewolking en mogelijk ook onweersbuien naderbij. Licht onstabiel weer, dus, maar wel met hoge temperaturen. En dat zien we ook op deze animatie. De temperaturen voor circa anderhalve kilometer hoogte. Daaraan zien we de luchtsoort het beste. Dan zien we dat we aanvankelijk in gele kleuren zitten. Maar hier komt dat lopje warmte aan in de loop van vrijdag en de nacht naar zaterdag. Nou, die warmte wordt vervolgens verdreven door die onweersbuien. Dan komen we tijdelijk in iets minder warme lucht terecht. Maar begin volgende week krijgen we opnieuw met een lop warmte te maken bij ons valt het dan nog relatief mee met zo'n 17-18 graden op anderhalve kilometer hoogte. nou in theorie is het dan wel ruim 30 graden op leefniveau, maar vooral boven Frankrijk wordt het heel warm. 23 tot misschien wel 25 graden op anderhalve kilometer hoogte en dan is in het zuiden van Frankrijk misschien zelfs wel een enkele 40 denkbaar. nou dat is bij ons niet aan de orde, maar het is dus wel warm. Dat geldt ook voor vanavond, al zijn de temperaturen wel redelijk gematigd dan, een graad of twintig en het is nog lange tijd eh, vrij zonnig. Als de laatste wolkenvelden eenmaal naar het oosten zijn weggetrokken. Nou, vannacht ontstaat er dan in een hele rustige atmosfeer wel her en der wat mist. Dat zal vooral in het noorden, westen en midden van het land gebeuren. In het zuidoosten is het waarschijnlijk te warm voor mist. Daar blijft het namelijk een graad of 16. Maar elders kan de temperatuur dalen naar zo'n 10 tot 13 graden. Nou, waaien doet het nauwelijks. En op morgen is het heel rustig weer met nauwelijks windkracht 1 tot 2. Alleen aan zee, af en toe misschien even een kracht 3 in de middag. Daarbij is het prachtig weer met zonnige perioden en temperaturen van zo'n 22 graden in het noordelijk kustgebied, tot 26 maximaal in het zuiden van Limburg. Gaan we dan verder vooruit kijken, dan zien we dat de temperatuur, zoals gezegd, omhoog gaat naar zo'n 29 graden tijdens het weekend. Er staan droge symbolen, maar vooral tussen vrijdagavond en zaterdagochtend, met name tijdens de nachtperiode, moeten we rekening houden met een aantal stevige onweersbuien. En dan, bij voorkeur, lijkt, zoals het nu lijkt, in de westelijke en noordelijke helft van het land. Daarna wordt het een paar dagen weer vrij zondig en de temperatuur ja, daar verandert niet zoveel aan. Het blijft zomers warm met zo'n 25 tot 30 graden. Ik wens u nog een mooie dag.